Ik loop een aantal punten met jullie door. Het zijn er zeven. Ik zeg iets over onze rollen, over de burgers van de Europese gemeenschap. Wat zijn de doelen van APEX? Waar gaat het hier over? En wat voor soort onderzoek hebben we hier gedaan? En welk gereedschap APEX kan inzetten? En wat we met z'n allen kunnen inzetten, hè, om het wetenschappelijk onderzoek, wat van hoogwaardig niveau is, nog beter te versterken. En een aantal conclusies en aanbevelingen. Dat is een betoog wat APEX op allerlei plekken doet. U en ik, jij en ik, wij vervullen heel veel rollen. Hè. We zitten hier aan tafel, we zijn wetenschappers, we zijn onderzoekers, hè, we zijn beleidsmakers. De kern is toch in onze ogen, we zijn allemaal mensen. En we vervullen als mensen heel veel rollen, waaronder ook de rol van burger. En dat is belangrijk om te benadrukken in mijn ogen, hè, dat u en ik, ook zoals we hier aan tafel zitten, maar ook al die andere mensen, hè, die in die regio wonen, dat burgers zijn. En dat we ook vanuit dat perspectief van die burger, in die rol van burger, meekijken en meedoen. Bovendien, binnen de EU, en dat vind ik uniek, zijn we niet alleen burgers van onze nationale staat, maar we zijn ook burgers van de EU. Onze paspoorten zijn EU-paspoorten. En dat maakt dat die EU een hele belangrijke rol speelt, nu al heel veel jaren. Wat is ons doel als stichting? We zijn een kleine stichting. We zijn in 2007 opgezet. En ons doel is om de positie van die burger, de insteek van die burger, de betrokkenheid van die burger, lokaal, regionaal, nationaal en binnen de EU beter positie te geven. En op die manier, hè, van boven naar beneden en van beneden naar boven, de politiek, het beleid te verbeteren. En dat past in onze ogen, hè, binnen de cohesiepolitiek, hè, binnen het cohesiebeleid van de EU. En dat EU-cohesiebeleid beoogt om dus de samenhang in de Europese Unie te versterken. En daar zijn u en ik, en dat blijkt vanochtend ook weer, hè, dat sommigen van ons voor de eerste keer met de collega's over de grens samenwerken, hè, dat enorm bevorderd kan worden. Juist in EU-regio's die binnen de EU liggen, dus daarom noem ik het ook een binnengrens regio project, een grensoverschrijdend project. Dus niet aan de buitengrenzen van de EU. Het interessante is dat met de uitspraak die een van de burgers dus ook deed, opeens waren er weer grenzen en speelden die grenzen een enorme rol. En dat is binnen zo'n binnengrens regio van ontzettend groot belang. Het beleid van de nationale regeringen is om de gezondheid van hun eigen bevolking te bevorderen. En het Europees subsidiariteitsprincipe maakt, hè, dus dat de EU alleen maar coördinerende insteken kan nemen, hè, om dus de nationale gezondheidsbeleid ook in zo'n pandemie als deze handen en voeten te geven. We hebben ervaring als stichting met het organiseren van burgertops. Dit is bijvoorbeeld de burgertop die we hielden in 2019 in Eupen, waar we ten behoeve van de WHO voor de Regional Health Conference van de WHO, dus de Europese tak van de WHO, hebben we met burgers van gedachten gewisseld over en input van burgers gekregen met betrekking tot een aantal onderwerpen in het kader van de Sustainable Development Goals van de EU. En dat was dus interessant, interactief, geeft ook dynamiek, hè, ronde tafels en geeft enorm interessante bijdrage. Hoe kijken we er tegenaan als stichting? We zien, we denken, we vinden, we zien burgertops als een stukje gereedschap dat een verdiepende bijdrage kan leveren aan dat zeg maar onderzoeksplaatje. En dat zien we in feite ook hier, hè, bij wat Stefan en Christian gepresenteerd hebben. En dus dat zijn de wetenschappelijke uitkomsten van die onderzoeksvragen. Als je dan met een geselecteerd aantal burgers rond de tafel gaat zitten,
dan krijgen dus die verhalen in feite kleur. En een Citizen Summit en Burgertop is zo'n stukje gereedschap. We zijn binnen Apex ook nu aan het denken aan een burgerreis, vergelijkbaar met een customer journey of een patient journey. Hè? Dus dat je in feite in zo'n regio een aantal burgers, en dat zou bijvoorbeeld kunnen in zo'n long-covid-project, wat we zouden kunnen opbouwen, dat je een aantal van die burgers in levende lijven gedurende zeker 2 jaar gaat volgen, hè, zodat je in feite een oral history, hè, dus een persoonlijk verhaal krijgt, wat in feite die wetenschappelijke onderzoeken versterkt en inkleurt. Nou, hoe wilden we met burgers dan aan tafel zitten? We hebben 8 burgertops georganiseerd, die hebben ook daadwerkelijk plaatsgevonden. En de burgers werden uitgenodigd, hè, door de regio die de burgertop organiseerde. Dus daar ligt ook een verantwoordelijkheid en een uitdaging voor iedere regio om zijn eigen burgers in feite te mobiliseren. Ik benadruk dat zo'n burgertop met 24 burgers natuurlijk biased is in alle opzichten. Hè. Dat is echt geen representatieve steekproef. Het is gewoon een verzameling van mensen die bereid is om op een zaterdagochtend een uur of 3 met elkaar van gedachten te wisselen. Ja, zo hebben onze burgertops eruit gezien. Hè? De 8 die we georganiseerd hebben, hè? In de EU-regio Maas-Rijn. Het waren allemaal Zoom-bijeenkomsten. In levende lijven bij elkaar komen, dat kon niet. En op die manier hebben mensen hun inbreng gehad. Desalniettemin, het interessante en disciplinerende van zo'n Zoom-bijeenkomst is dat iedereen veel meer gefocust is. Men ook aandachtig naar elkaar luistert. Hè? 1 voor 1 gesproken kan worden, hè? Anders krijg je chaos. En dat heeft dus aan de ene kant wat negatieve gevolgen. Je zit niet samen aan tafel. Aan de andere kant, ook in kleine groepjes, heb je dan heel veel tijd voor elkaar. We hebben 4 onderwerpen, hoofdonderwerpen, met elkaar afgesproken, met elkaar te bespreken in de vorm van thema's. En er is een uitgebreid rapport, dat is ook nu ter beschikking voor jullie. En er is een factsheet. Dus dat rapport is zo omvangrijk, daar ga ik jullie ook nu niet mee lastigvallen. Het is mooi opgemaakt, het ziet er goed uit. Het staat ook vol met citaten van burgers. Dus waar ik me toe beperk is, het interessante is dat in die persoonlijke gesprekken, in feite datgene wat net door Stefan en Christian gepresenteerd is, dus ook in levende lijven door mensen wordt beschreven. Op de eerste plaats natuurlijk in het persoonlijke leven, hè, wat gewoon ingeperkt werd. Zeker in de eerste fase van de coronapandemie. En dan had dus dat sluiten van die grenzen en het nog steeds hebben van verschillende regelingen in de verschillende nationale staten die in de EU-regio Maas-Rijn bij elkaar zijn, dat had bovenop de impact die het al had vanwege de nationale staat, had dat nog extra gevolgen. Dus bijvoorbeeld een burger vertelde ons, ja, vanwege het sluiten van die grenzen konden de Belgische familieleden geen afscheid nemen, hè, van een persoon die overleden was. Of ik ben een werker en ik woon 150 meter van de Duitse grens. Ik werk in Duitsland en ik moest elke dag 2,5 uur omrijden om 1,5 uur omrijden om bij mijn werk te komen. Het tweede thema gaat over die nationale antwoorden op die pandemie. Je ziet daar, dat is goed aangetoond in het onderzoek, dat relatief gesproken het draagvlak met een variatie toch voldoende is, hè, voor zo'n pandemie. Wat we dan zagen in de cross-border, hè, dus in de grensoverschrijdende situatie, is dat je een enorme volume aan extra maatregelen krijgt, waarvan je moet kennis nemen, hè, als je aan de ene kant van de grens woont en aan de andere kant van de grens werkt. En dat maakt dus dat het zeker voor mensen aan de onderkant van de samenleving, hè, die ook grensoverschrijdend werken, dat een enorme klus was. En die uitspraken die nationale regeringen deden ook nog
afwijkend van elkaar waren en daarom leidden tot gecompliceerde situaties. Zo was het bijvoorbeeld voor een bepaalde burger niet mogelijk om zijn medicijnen bij de apotheek in Nederland te halen, omdat hij in België woonde, terwijl het recept was voorgeschreven door de Nederlandse arts. En dat zijn van die ingewikkelde maatregelen die in zo'n regio dan duidelijk op tafel komen te liggen. Het thema met betrekking tot de levering van de gezondheidszorgsystemen. Ik denk dat dat ook wel in de kranten zo gestaan heeft. Dat vertelden dus ook de burgers, die deelnemen aan de burgertops. In elk land afzonderlijk alleen al was dus de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het gewone gezondheidszorgsysteem een enorme complicatie. Daarbovenop, dus als je grensoverschrijdend dan gezondheidszorgvoorzieningen nodig had, ja, dan maakte het dat extra gecompliceerd. En daar speelt dan ook nog een rol dat op zichzelf de burgers in de EU-regio Maasrijn uitspraken rond dit thema, dat ze best bereid waren om de grens over te steken, als in een nabijgelegen ziekenhuis in een ander land dezelfde services zouden kunnen worden geleverd als in het land waar men woont, terwijl men mogelijkerwijs in dat land dan bijvoorbeeld 100 kilometer of 200 kilometer verderop een geliefde in een ziekenhuis zou geplaatst hebben gekregen. Het enige en ook uitdagende waar we al jaren in de EU-regio Maas-Rijn aandacht voor moeten hebben, is dat we drietalig zijn, Duits, Nederlands en Frans. En het betrekken en erbij houden van de Waalse gemeenschap is ongelooflijk belangrijk. Waar het gaat om de vaccinatiestrategieën, was het zo dat Jo, gezien de tijd kun je het langzaam gaan afronden. Okay. Nou ja, dus ik verwijs naar de conclusies en de aanbevelingen. Ik denk, om het samen te vatten, is zo'n EU-regio Maas-Rijn met zeker 3,5 miljoen burgers midden in de EU een regio bij uitstek om de komende jaren die cohesiepolitiek van de Europese gemeenschap zeker op het vlak van gezondheidszorg beter uit te rollen, in te zetten daarop. En ook de samenwerking in de EU-regio Maas-Rijn tussen de verschillende nationale partijen die daarbij betrokken zijn en de regionale zorgaanbieders en andere organisaties, om die de komende jaren beter bij elkaar te brengen, zodat een op elkaar afgestemd beleid ontwikkeld wordt om in zo'n EU-regio de grensovergangen open te houden en de mensen in staat te stellen EU-regionaal zo'n pandemie te lijf te gaan. Dankjewel. Wel, Jo. Ik denk een heel duidelijk verhaal. En wat mij hier al direct aan opvalt zijn twee dingen. Hè. Wat jij ook heel nadrukkelijk naar voren haalt, is bijvoorbeeld dat de burgers hier in deze regio ineens weer geconfronteerd werden met grenzen. Iets wat ze eigenlijk normaal daarvoor al jaren zich niet meer gerealiseerd hebben voor alledaagse dingen en dus ook voor dit. We kennen allemaal de beelden van de gebarricadeerde straten. Hè, sommige mensen, en ik kan me dat ook herinneren, ik heb zelf aan zo'n burgertop van jullie meegedaan, dat iemand toen zei, het leek wel of we weer in oorlogstijd zaten met prikkeldraad en boomstammen op de weg. En wat mij aan jouw verhaal ook echt opvalt, is natuurlijk dat het overeenkomt met ook, het ondersteunt eigenlijk datgene wat Christian en Stefan ook vertelden, wat we hier zien in de grensregio. Maar wat mij ook bijblijft uit jouw verhaal en wat ik ook zelf heb mee ervaren in de Citizen Summit, is het verhaal dat mensen in het algemeen al getroffen worden door de maatregelen en het heeft een grote impact. Maar dat de impact die het heeft op mensen in een grensregio extra groot is, omdat die nu eenmaal afhankelijk zijn voor heel veel van hun dagelijks leven op hun buurregio. Dus de impact is nog eens extra zwaar, terwijl iedereen het al zwaar heeft. En dat zou natuurlijk toch wel
anders kunnen. En wat jij zelf ook al aangeeft in jouw conclusies, dat het mooi zou zijn als er meer cohesie is, ook in regionaal of in Europees beleid, om dat soort zaken te voorkomen. Ik schakel weer over naar Céline. Céline, zijn er nog vragen die in de chat of in de Q&A naar voren zijn gekomen, die we nu aan Jo Maas kunnen stellen? Hallo, ik zag een paar opmerkingen voorbij komen in de chat. Een van Dirk Peters van EC. Hij zegt, binnen de commissie kostte het ons enige moeite om duidelijk te maken dat de sluiting van de grenzen niet alleen gevolgen had voor grensarbeiders, maar voor alle soorten dagelijkse grensoverschrijdingen, voor school, studie, gezondheidszorg en familiebezoek. Michael de Jose had daar ook nog een opmerking over. Hij was het eens met Dirk's verklaring. Hij zegt, zoveel gevallen zijn vergeten dat we ze weer onder de aandacht moesten brengen. En we hebben een extreem hoog niveau van grensoverschrijdende integratie. Ja, ik denk dat dat alleen maar ondersteund kan worden. Hè. En wat we ook gezien hebben, inderdaad niet alleen de grensarbeiders om daar nog even op in te gaan, maar we zagen het ook bij mantelzorgers. Ineens konden de mantelzorgers niet meer over de grens. En we weten allemaal dat onze systemen voor een groot gedeelte ook gebaseerd zijn op mantelzorg. En ineens konden die mensen niet meer de zorg leveren aan hun dierbaren of hun familie, vrienden in het buurland. En moet dat dan op andere wijze worden opgelost? Ontzettend complex en behoorlijk ingrijpend. Jo, hartstikke bedankt. Ik ben heel blij met het rapport. Ik denk ook dat we daar in het project, of niet dat. We hebben daar in het project ook heel veel aan gehad. We hebben ook samen de vragen bekeken als totaalpakket. En ik denk ook dat het goed is om ons te realiseren dat het meenemen van burgers in dit soort projecten eigenlijk een cruciaal onderdeel is. En dat we niet altijd, dat we dat vooral niet moeten vergeten. En ik denk dat dit project daarvan ook een mooi voorbeeld is om het verhaal achter de cijfers, wat Christian en Stefan ook al zeiden, wat jij zelf ook zegt, Jo, ook mee te nemen in de berichtgeving.